We hebben Gordon in de studio. Yeah. Goedemorgen, Gordon. Jan Versteeg en Martin Meiland die gaan samen een nieuwe kennisquiz presenteren op televisie. Nou ja. Wat goed! Ik heb ook keihard te lachen. Ja, sorry hoor. Lijkt het je niks, die twee? En als je op de knop drukt... Oh! Maar is toch wel een aardig duo, of niet? Ja. Toch nee, zouden jij en Martin, Gordon... Dat gaat toch om? Mijn god. Nee, echt waar. Hij is echt de verschrompelde versie van mij, hoor ik heel vaak. Die man is zo mager, hij stond van de week voor mijn deur. Ik hoef het niet eens open te doen. Ik zeg, hoe ben jij binnengekomen? Door de sporing. Dus... Maar in plaats van Geer en Goor, dat jij en Martien, dat zou toch onwijs leuk zijn? Ja, nou, dan mogen, ja. Nou het zou wel een, ik zou wel een keer een leuk programma met hem willen doen, ja. Dat zou wel leuk zijn. Hij zoekt ook nog een relatie. De darkroom van Martien. En dan een fotografieprogramma. Nou, Jan Versteeg en Martien, die gaan het er samen... Het perfecte gaatje. Sorry. Jan Versteeg en Martien gaan een nieuwe kennisquiz presenteren. Het programma heet Bingo. Hij heeft toch ook lingo gedaan? Hij gaat van lingo naar bingo. Ik begrijp niet waarom je ooit drugs hebt gebruikt. Nee, ik snap het niet. Oh, zonde van mijn geld. Iedereen die aan het programma meedoet is allemaal getest. Maar ja, ik moet je eerlijk zeggen... Waar ben jij op getest? Ik had alleen HIV. Dus, Oké. Was toch iets positiefs te melden. Ja. Nou, ik zou je nog sterker vertellen. We zijn echt... Ja, ik heb in die kliniek vorig jaar heb ik echt zulke gave liedjes geschreven. En we gaan volgende week een nummer opnemen. Dat heet De Heling. En het is zo... De Heling? Ja, ja, ik wilde het eigenlijk De Dealer noemen. Maar... het is een ode aan iemand. Een ode aan mijn dealer. Die heeft trouwens zelfmoord gepleegd, trouwens. Ja, maar... Oh, nee, toen ik stopte, ja. Ik kon niks meer winnen. Oh ja, nou, bijna liepen de zaken natuurlijk in één keer wat minder. Ja. Als de grote afnemer. Hoe is het met je huis eigenlijk? Want die stond in de verkoop. Nou, het staat nog steeds te koop. Ik ben 3 ton gezakt inmiddels. Nog maar 9 miljoen. Nog maar 9 miljoen. 3 ton had je anders ergens anders uitgegeven. Nee, maar mensen moeten sowieso 2 ton uitgeven om het zwembad schoon te maken. Dus. Waarom wil niemand dat ding hebben? Waarom staat het al zo lang te koop? Nee, dat is het is natuurlijk een huis met wel natuurlijk een imago. En dat is natuurlijk... Er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd. Nou, dat wil ik niet zeggen, maar je ziet nog wel je moet er geen nagels in de muur staan. Je moet er geen blacklight aan gooien. Dat heb ik een keer gedaan toen Geer dat kwam. Nou, dat wil je ook niet zien, hoor. Nee. Ik heb een keer een feest gegeven met 7 dwergen. Was jij er niet bij? Ik heb helaas op de oprit gestaan met een hengel. Het was Gordon op een gegeven moment zijn schoenen kwijt in een discotheek. Oh, oké, in een discotheek. Oh, kreeg ik een pilletje van iemand. Ik zeg, wat is dat? Hoe lang geleden is dit? Maar je was je schoenen kwijt in een discotheek. Nou, en die eigenaar wilde hem eruit zetten. Maar Gordon zat in een hoekje, heel lief, zonder schoenen. Ik zeg, ja, maar die gaat echt niemand meer kwaad doen, meneer. Die mag best blijven. Uiteindelijk ben ik gevonden, zeg maar, in mijn hotelkamer... met mijn broek op mijn knieën, met een pornokanaal op... en met mijn gezicht in het kussen. En dat waren de gay games. Volgens mij hebben die nacht... heb ik het record ringsteken verbroken.